Kelvin. Mijn naam is Kelvin. Ook wel bekend als Royalistic. Yeah. Ik ben er met Senna. Senna, de enige echte. De winnares van niks naar klik. Mijn hand ruikt naar hond. Maar jij ruikt het elke dag. Anders. Nee, dit is toch gewoon jullie hond? Senna, stel jezelf eens voor. Wie ben je? Hoe heet je? Wat doe je? High five. Ik ben Senna. Ja. Ik ben 11 jaar. Ja. Ik zit op school. Ben je al 11? Ja. Vorig jaar was je 10. Ja, en dat jaar voor 9. En toen 8 en toen 7. Oké, okay, en je gaat naar school en je bent hartstikke gelukkig. Mm-hmm. Senna zit weer op 3 kussens. Om een beetje op mijn level te komen. Want ja, mijn level is natuurlijk onbereikbaar. Dus wat dat betreft. Mocht je afvragen, waar de fuck ben je, Kelvin? Nou, ik ben bij Senna thuis. Ja. Mocht je Senna nou nog niet kennen, dan is dit. Dit is Senna. I love you. Yo allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Oh, maar deze is wel heel moeilijk. Nee, ja. Ik weet hem wel. Niet zo schreeuwen, Sen. Let even. Nou, ik vind het nog best netjes gedaan. Nou, dat was leuk! Yay. Wow, mijn stem! Wat was dat? Yay. Senna en ik kennen elkaar nu, denk ik, 1,5 jaar of zo. De relatie is nog net zo beroerd als eerst. We haten elkaar een beetje. Nee. Ik wil jou de hele tijd al in huis nemen, maar nee, blijkbaar mag dat niet. Ik dacht gewoon een derde kat. Ik vind het altijd leuk. Het voelt sowieso raar om hier een video op te nemen. Niet bij mijn eigen huis. Ik kan hier niet gewoon met dingen gooien en zo. Het mag niet hier. Fuck! Ah! I love you. Ik vind het leuk om dingen te doen. Wat dan in mijn hoofd opkomt, dan denk je, ja, eigenlijk kan het niet, maar fuck, het gaan we wel gewoon doen. Namelijk, je hebt een telefoon en dat mag voor, ja zeker. Want kids krijgen. Weet je hoe oud ik was toen ik mijn eerste telefoon kreeg? Ja. 15. Nee, wel iets eerder. 14 denk ik. Dat was zo'n gek schuiftelefoon. Gewoon echt karig shit. Ik ben benieuwd hoe het is om als 11-jarige een telefoon te hebben. En misschien ben jij benieuwd hoe het is om als 22-jarige een telefoon te hebben. Dus het leek me leuk om elkaars telefoons te wisselen. En dit is een van de meest enge dingen die ik ooit gedaan heb. Ik weet niet, ik denk dat ik niet echt iets bijzonders heb om mijn telefoon. Nou, ik ben dus heel benieuwd. Ja, ik weet het ook. Ik weet niet waar je het over hebt gewoon. Heb je het over hockey? Heb je het over Dylan Hagens? Fortnite? Nee, ja, wel. Met Fie wel. Bij Fie ga je wel. En bij Kan je Fortnite laten? Dat ga je wel. Ben je er klaar voor? Kijk, het zit als volgt in elkaar. We gaan elkaars telefoons omwisselen. Dan heb ik jouw telefoon in mijn handen. Heb jij mijn telefoon in mijn handen. En dan hebben we per keer een dingetje wat we kunnen doen. Dus het is niet een soort van doe maar wat je wil. Maar we hebben een soort regeltjes. Super duidelijk verhaal dit. Hey! Mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, doe het dan sowieso. Doe je even te abonneren, papies! En je mag ook op Senna abonneren. Want Senna is bij bijna 100.000 abonnees. Yay. Wat voor achtergrond heb jij, überhaupt? Ja, mezelf. Jezelf! Narcistische motherfucker. Wat heb jij dan? Ook jezelf. Ik heb met mijn zus nog, hoor. En dan zo, bam. Ja! iPhone is geblokkeerd. Voor 1 minuut. Je hebt ook nog muziekje, je moet het updaten. Hoe is het? Nee. Nu is het TikTok, hè? Anders word je account verwijderd misschien. Wat? Dan word je account verwijderd misschien. Nee. Je moet het wel updaten. Maar, hoe heet het? Het heet TikTok nu. Waarom hebben ze het andere naam gegeven? TikTok. Waarom zullen kippen zijn? Opdracht 1. Je mag in WhatsApp zoeken op het woord YouTuber. Ja, en dan kijken wat je tegenkomt. We hebben dus gedurende de hele video hebben opdrachten die we in elkaar YouTubers stellen. Fixen! Meet and greet. Dit was 2017. Ja, dit was feed 2017. Toen gingen we nog YouTubers fixen voor meet and greets. Ja, zo ging het eraan toe. Ik ga zoeken op YouTube. Ruzie. It was at this moment that he knew. He fucked up. Waarom ga je zoeken op ruzie? Oké, is goed. Hier. Sophie Oesteri. Die klinkt lang. Wat zit je gek in mijn telefoon te speuren, Mattie? Colombianen en Engelen. Oh, ze was. Nina was een keer voetbal aan het kijken. En toen ging ze helemaal de wedstrijd analyseren. Ik ga nou. Jij bent gewoon de hele tijd. Oh, je gaat gewoon in mijn. Ik heb helemaal geen ruzie. Dit is één dag. Jij bent mijn Kelvin en ik ben. Nee, dit je heeft wel niet aanvallen, maar het was gewoon een voorstel. Nee. Dit is niet lief. Dit is echt gewoon een ruzie met Nina 2014 of zo. Ah, dit vind ik echt sneu. Ja, dit was in de tijd dat Nina nog niet in Amsterdam woonde. Dus hadden we altijd tot een ruzie over wie dan weer naar elkaar. Of ik dan naar Groningen kwam en jij niet. Dus we mogen om zijn beurt 30 seconden in de camerarol van de ander kijken. Ik weet niet precies wat ik er allemaal in heb staan. Dus laat ik beginnen met als je helemaal ouder wordt en als je helemaal boven de 20 bent, dan ontvang je soms dingen in groeps WhatsApp waarvan je later denkt, waarom heb ik dit? Dus dat ben ik even van.
Selfies. Ja, de beugel was eruit. Hey! Wat een sessie. En toen gingen we een foto maken. Kijk hoeveel foto's. Ik wil dit zien. Wat is dit? Waarom heb ik dit? Ja, allemaal Fortnite foto's uit. Hey, van deze kliks lezen komen op kalfijn.nl. Hey. Oh, ik ben al lang 10 seconden erover. 30 okay. seconden was het. Oké, rest my case. Nou, het was best prima toch? Ik ja. heb niet zoveel boeiend. Het zijn gewoon allemaal foto's van jou. Oké. Okay. Waar staat foto's? Ja, wacht eens toch. Oké, okay, wacht. Jawel, go. Oké, okay, go. Okay. Ik ga niet komen. Waar zit hij? Wat de fuck? Dat zijn gewoon vrienden van mij. Daar is toch niks mis mee. Nee. Nee, ik ga niet. Oké, de tijd is bijna op. Tijd is op! Tijd is op! Tijd is op! Tijd is op! Sorry, ja, het spijt me. Ja, Eminem had een nieuw album en toen jij laten zien of dat het vet was. De volgende opdracht is, zoek op het woord irritant in WhatsApp. Sylvia, nou dat toch ga je doen? Nee, dat kan niet. Jezus, jullie waren irritant. Wat is dit in jullie groepsapp? Ja, ik ga morgen ook met die meiden. Wil jij dat? Meiden, grootste janksok en bemoeial van de wereld. Meiden zegt, Jordi, grootste egoïst en irritantje van de wereld. Dan zeg jij, mama, 6 uur eten. Jullie maken elkaar gewoon kapot in die groep app. Ja, man. Dat is nog niet eens zo erg hoor. Oké, de volgende opdracht. We mogen allebei 1 minuut. We mogen allebei 1 minuut op elkaars Instagram kijken. Oké, go! Oké, ik ga bij getagde foto's kijken. Oké, niks geks, niks vreemds. Zie je me wat? Oké, dan ga ik ga even bij de, mag ik bij de, ik ga bij de DM's kijken. Ga je even aan kijkers? Dat is wel grappig misschien. Maar dat is meer echt hooi. Senna, wanneer wordt bekend wie de oudste heeft gewonnen? Is Senna een leuk account? Minst boeiende Instagram ever. Oké, ben je er klaar voor? 3, 2, 1. Oké, ik ga Instagram. Wacht, wacht. Start! Nee, wacht! Go! Oh, je hebt 14 DM's. Wie is dit? Ja, okay. Maar dit zijn allemaal fan accounts. Ik ben niet. Die ik expres niet open. Wie de fuck is dit? Ja, hij volgt best wel veel dezelfde mensen. Ja, what the fuck? Dit is niet leuk. Oké, dan ga ik ook even bij jou DM's. Nee, ik ga ook bij jou getagd. Ja, maar onze getagde foto, alles... Maar dat is gewoon edits en zo, dat is niet leuk. Ja, het is alleen maar edits. Nou, dat is wel heel leuk hoor, ja, trouwens. Ja, maar niet echt boeiend voor de video. Boeiend. Hey, willen we even rustig aan doen daar in de keuken? Domme man! We zijn hier aan het werk! We zijn aan het werk hier! We mogen 1 minuut lang doen wat we willen op de telefoon. Oké. Ja? Dus jij mag doen wat je wil en ik mag doen wat ik wil. Jawel. Wacht, ik wacht even op de, als het 20 uur 22 is. Oh, we moeten! Booking komt. Oh, dat boeit me niet. Ga, oh, dat ben je? Boeit me niet. Ik ga gewoon bij je camera omhoog kijken. Kijk hoeveel foto's. Ja, ik wil ook nog bij je camera, help! Je hebt alleen maar gewoon fotoshoots met andere mensen. Je maakt er echt veel foto's, maar wel goede foto's. Je hebt er wel die Instagram is wel on point op zich. Waarom hebben al jouw contacten hebben hartjes erachter? Why would you do that? Ja, dat vind ik toch even leuk. Waarom stuur jij naar je broer? Jor, als ik thuis ben, dan ga ik even playgaan met Fien. Dan moet je even, dan moet je er even killen. Ha, is goed mop. Oké, wel killen, hè? Dan anders ben ik de Sjaak. Wat dan? Gewoon, ik heb al een keer gekild en nu moet ik echt doen. Dat kan. Wat zijn dit voor gesprekken? Nu heb je Spotify erop staan, of niet? Ja. Mag even in elkaar Spotify kijken. Ik ben benieuwd wat voor muziekjes je lijst. Dan moet je wel naar mijn lijst, hè? Als je naar mijn moeders lijst gaat. Ja, maar even gewoon een playlist waar je een paar liedjes. Kijk, je hebt Logan Paul. Die ging toch kringen, boksen? Ja, ja, zeker. Nee. Gewoon bovenaan in de playlist. Lekker. Even. Ja, ik ging vanochtend kerstmuziek luisteren. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Oké, de laatste is, zoek op het woord lelijk in WhatsApp. Hey, als ik nu eens tegenkom over het feit dat jij zegt dat mijn haar lelijk is of zo, ik stomp je. Try me, bitch. Lelijke haren heeft hij. Ja, je bent een roast aan het schrijven. Is het gay meneer of gay meneer? Ja, je gaat ook niet. Jij leest er geen context. Het enige wat je leest is het woord lelijk. Lelijk, 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 lelijk. Dus je vindt het veel te leuk om met mijn telefoon te zitten. Nee, maar jij hebt gewoon allemaal apps die ik gewoon echt niet ken. Nee, maar dat komt omdat ik meer weet dan alleen Snapchat en Instagram. Oh! Abonneer op ons. Woo! Love you. Hier is je telefoon. Bye!